Dancing Pele Maas wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven. De showgroep van No Limit met een vechtsport op geografie van Strong Nation Nederland. In samenwerking met flamenco danseres Eva Fernandez van Move to the Beat geeft ze een groot applaus. Goedenavond, goed dat je weer kijkt naar deze dance-off. De tussenronde eigenlijk net voor de finale. Ja, want de afgelopen week hebben jullie kunnen zien welk paar het laatste, of eigenlijk welk paren naar de dance-off gaan en welk paar naar de finale gaat. Maar we gaan nu eerst kijken naar de dance-off eigenlijk vandaag.
Ja, en die dance-off, daar staan dus een aantal paren in die het niet gehaald hebben. Inge en Ricardo waren automatisch door. En Joyce die verraste de rest van de paren afgelopen week. Woehoe! Oscar en Judith, jullie zitten in de finale van Dancing Pelamas. Hallo, hey! Je staat in de finale van Dancing Pelamas. Geweldig, man. Gefeliciteerd. Ja. Bernie en Petrie. Ik ben echt heel blij. Ik heb echt wel in de zenuwen gezeten. Heb je in de zenuwen gezeten? Ja, best wel ja. Joep en Marijke. Nou. Ja, het is natuurlijk als je dan te horen krijgt dat je nog niet automatisch door bent naar die finale, maar zo hard gaat trainen, dat vind ik toch netjes. Ja, en een zware taak voor Joyce. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het nu met de kandidaten in de greenroom gaat. Joyce, hoe is het daar? Ja, ik sta er in de greenroom. De kandidaten zien er fantastisch uit. Hoe is het hier met de sfeer? Nou, aan de sfeer ligt het... Zeker niet, ook niet achter de schermen. Daar heb ik de sfeer ook al mogen proeven. Echt onderling een fantastisch team. Ik ga even naar Corita. Jij mag zo meteen de spits afbijten. Hoe gaat het? Ja, nou, we zijn er helemaal klaar voor. We gaan ervoor. Helemaal vol onhaat? Ja, helemaal uitgedost. Ja. Top tot teen, tip top in orde? Bijna. Bijna, was een klein probleempje met je schoen. Ja, nou ja, mijn hak die begaf het net. Dus... Nou, wat duct tape en ik hoop dat we een liedje doorkomen. Lang leven de duct tape. Ik hou deze wisseltrofee, in ieder geval deze uitzending, goed in de gaten. Dat hij niet in iemands handtas verdwijnt. Maar zoals jullie zien, de stemming zit er hier goed in. Ja, jeetje, wat zien ze er prachtig uit, Joyce. Ze hebben echt hun best gedaan. Ja, zelfs dat is vooruit gegaan voor deze dance. Of ze zien er nog beter uit dan de vorige keer. Nou, nog beter, dat mag toch. Ze waren al heel mooi, ze waren al mooi, maar ze hebben nog een schep gedaan. En dat is niet alleen bij het uiterlijk gebleven, maar ook het dansen. Ik heb alvast wat repetities gezien. Oh. Bizar hoe ver iedereen vooruit is gegaan. En die lesartiest Wisselbeker Joyce, die is zo gigantisch. Ik hoop dat die nog even op die plek blijft staan. Dus dat doe je goed, dat bewaken. Ja, blijf er maar bij staan. Goed, dan is het tijd om echt te gaan beginnen. En dan... moeten we natuurlijk beginnen met het voorstellen van de juryleden. Nick Korthoeven, Joanna Gaasbeek, René Tomasita en Monique Koolmans. Onze bezielende leiding weer. Zij houden het allemaal voor ons in de gaten. Ja, gelukkig zijn wij niet, toch? Nee, wij mogen gewoon een beetje gezellig doen en zij moeten echt die kritische noten kraken. Precies. Nick, hoe waren de kritische noten? Heb je er veel moeten kraken de vorige keer? Ja, het was moeilijk. En zeker deze week dan. Ze hebben het maar 3 weken kunnen oefenen. En je kunt je voorstellen, hè, de eerste 6-7 weken hebben ze dus geoefend. Toen werd de spanning opgebouwd, maar nu hebben ze natuurlijk ook hun werk overdag. Dus het was in 3 weken tijd een zware klus, kan ik je vertellen. En ik heb de doorloop gezien en dus niet niks wat ze toch voor elkaar gebokst hebben in die 3 weken. Ja, dat niveau is echt flink gestegen, wat ik zei. Ja, dat ongelooflijk. Is echt, ze hebben de smaak te pakken. Ja. Ongelooflijk dat die lui niet eerder aan dansen zijn gegaan. En Joanna, hoe is het voor jou als je zo kijkt naar die druk die op zo'n dance-off zit? Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, ik kan me daar wel iets van voorstellen. En ik denk dat die druk juist heel positief kan uitwerken ook op de deelnemers. Tenminste, ik zelf bijvoorbeeld werk heel prima onder druk. En ik hoop dat hun dat ook een beetje hebben vandaag. Ja, ik ben benieuwd. Je kijkt ze aan. Ze lachen een beetje zenuwachtig. Dus ja. We gaan zien of die druk iets gaat doen. Ja, René, ik zie dat jij heel erg je best hebt gedaan voor vandaag. Wat zie je er goed uit? Laat ik beginnen met een compliment. Dank je wel. Jij toch ook? Ja, dank je wel. Wil jij de deelnemers na de laatste keer nog iets meegeven voor vandaag? Ja, vandaag gaat het niet om de chemie, maar jezelf bewijzen dat je in de finale hoort. Dus ga ervoor en geef alles. Maar voordat ik wil nog één ding tegen hun zeggen. En ook alle deelnemers van de vorige seizoen.
vooral aan de prominenten. Ik heb altijd danslessen gegeven in stijldansen en Latijns-Amerikaanse dansen. En ik heb het altijd gezegd, dames en heren, de prominenten hier zijn het bewijs dat iedereen kan leren dansen. Daar wil ik een applaus voor. Zeker. Zeker. Het maakt niet uit wie je bent, wat je hebt of wat je niet hebt. Die heb je ook tussen. Je kan altijd leren dansen en ik ben trots op jullie. Wat er ook vandaag gebeurt. Mooie mooi, woorden. Mooi, mooi, mooi. Monique, jij was in de vorige afleveringen was jij het vrolijke punt, het enthousiasme. Hoeveel zin heb je in deze dance-off vanavond? Ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er ook echt naar uit. En ik denk dat ze het allemaal hartstikke goed gaan doen. Sowieso dat ze er al zijn, dat ze hier durven staan, dat is voor mij al goud waard. Dus we gaan ervoor vanavond. Laat jullie zien. Veel succes. Toi, toi, toi. En zet hem op. Gaat jullie lukken. En om de spanning erin te houden vanavond, gaat de jury niet meteen weer met die bordjes punten geven. Want dan weet je eigenlijk al wie er doorgaat naar die finale. Nee, zij schrijven die punten op. Die worden opgeteld achter de schermen. En dan horen we aan het einde wie er dus die finale plek gaat verdienen. Ja, dus we houden het nog even spannend. Maar wij gaan wel nu beginnen aan de dance-off van Dancing Pele Maas. Ja, nou, volgens mij was dat duidelijk dat ik niet zo tevreden was, hè? Nee. Nee, er ging van alles mis, maar... Er ging wel van alles mis, maar het was nog steeds heel leuk dansen, maar ging wel wat mis, dus... Ik had er lol genoeg in, maar... Ja, dat zeker. Ja, ik ook. Het had beter gekund. Ja. Ja. Een 8, een 8, een 7,5 en nog een 7,5. Het wordt een mooie dans, het wordt een rustigere dans en... Er is minder kans dat je je stap vergeet, want ik duw je er gewoon in. Dus. Nou, dat zullen we zien. De tijd was kort, dat heel zeker. Ja. Ja, veel en een korte tijd. 3, 4, die moet er wel. Ja. Nou, ik denk dat we nog even de puntjes op de i gaan zetten. Ja, nog even wat mooie zeg maar, techniek erin verwerken, dat het allemaal wat soepeler en wat zeg maar, mooier uitziet. Maar het zijn wel de puntjes op de i nog. En dan gewoon nog gebruik maken van de tijd die we hebben, maar dat komt wel goed. 2, 3. Nou, we gaan zien of dat gelukt is met het verwerken van die techniek. Ze zijn hier in ieder geval voor Koningslust met een Engelse wals op My Way. Corita en Denzo. Final curtain, my friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. But through it all, when there was a doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
kom maar bij. Nou, dat was heel iets anders. De vorige keer hadden jullie een heel snel nummer. Nu een mooie Engelse wals. Wat lag jou beter? Moeilijke vraag. Dit is wat rustiger. Heb je wat meer tijd om na te denken? Ja. Zet even een stapje mee naar voren. Dan zijn jullie ook te zien. Dan kun je nog even nadenken. En dan nu nog een keer die vraag. Ja, dit is wat rustiger. Kun je wat meer nadenken over wat er gaat komen? Nee. Hoe vond jij het? De vorige keer echt flink uptempo. De billenbump, die was natuurlijk de eyecatcher. Hoe was dit voor jou? Ja, het is een hele andere dans natuurlijk. Het is heel rustig, hele mooie dans. Het is wat Corita zei, je hebt hier wat meer de tijd om je te laten zien en wat te stralen. Dus ik dacht, dat is ook wel een hele mooie dans om in de kans om in de finale te komen. Zeker. Nou, dan gaan we eens even kijken. We krijgen dus geen punten, maar of de jury ook denkt dat dit een mooie kans is om in de finale te komen. Te beginnen bij Nick. Nick, hoe... Wat veel vond jij van deze dans? De vorige week ook Engels was als eerste het reizen en dalen. Hè? Dus de tel 2 en 3 zijn hoog. Dan moet je echt hoog maken en dan nog je balans weten te houden. En dan die hakken die de half vanaf liggen, zie ik. Heel knap. Af en toe een foutje, maar het is de kwestie van hoe snel herstel je dan weer van zo'n foutje. En erg goed, moet ik zeggen. Nou, dat is een mooie commentaar van jou, Nick. En Joanna, hoe keek jij naar deze dans? Nou, ik vind het leuk dat jullie juist wat anders hebben laten zien deze week. De kalmte sprak mij heel erg aan ten opzichte van jullie vorige optreden. Dus ik vond dit een heel mooi optreden. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar de rest. Want dat is natuurlijk lastig als je de spits moet afbijten. Maar ik vond het een mooi optreden. Goed gedaan. Nou, dat is een mooi commentaar. Zij gaan hun oordeel in een punt verwerken. Dat krijgen jullie nog niet te horen. Maar jullie mogen wel even op dit commentaar gaan reageren in de green room bij Natalia. Nou, volgens mij was dat toch een heel mooi commentaar, of niet, Corita? Nou, ik ben er zeker tevreden over, ja. Volgens mij ben je zelfs een beetje stil ervan. Ja. Dat mag, hoor. Dat mag toch, Denzel? Dat mag zeker. Het ging een stuk beter dan de vorige keer met de passen. Je hebt de hele dans lekker doorgedanst en het ging ook weer rust. Ik voelde hem ook. Het was echt een hele leuke dans. Goed gedaan. Nou, je krijgt gewoon de complimenten. Nou, ik moet zeggen, ik moest even 2 keer kijken of jij het wel was. Ik herkende je gewoon niet. Nee ja, ook af en toe wat anders. Hoe reageerden ze de vorige keer thuis erop? Ja, leuk. Ja, heel anders. Ze hadden mij ook niet gelijk herkend, de vorige keer ook niet. Nou, misschien weet ik niet, als ze mij herkend hebben. Heb je me herkend? even gauw een herkenning vragen. Nou, en nu eventjes met de voetjes omhoog. Ja. Ja, kijk. Ja, ik zeg eventjes, want het kan maar zo een finale plaats zijn, hè? Dat zou ze kunnen, maar... Kom, daar gaan we toch voor? Daar gaan we zeker voor, ja. Ja, ja. Nou, heel veel succes. En wie weet zien we jullie dadelijk nog een keer. Wie weet. Oké. Okay. Nou goed, dat waren Corita en Denzel. Zij gaan uitrusten. Maar wie er nu aan de beurt is, is de huidige prins van Echel. De generalen ging belabberd. Heel belabberd, ja. Er ging eigenlijk alles mis. Wegens diverse omstandigheden, mogen we wel zeggen. Maar goed, maar daarna moet ik zeggen, ging het goed. Ja. En toen ben ik ook tevreden. Leon heeft zich heel goed herpakt, ondanks inderdaad de bizarre situatie. Ja. Ja. Een 7,5, een 7, een 6,5 en een 8,5. Ja, zeker meer ontspannen. De generalen, ja, genieten. Generalen vond ik heel lastig. En daarna ging het eigenlijk wel heel gemakkelijk eigenlijk. Toen had ik geen spanning meer. Nu had ik ook geen spanning meer met de concurrenten allemaal zien. Dus, ja, ik heb ze leren kennen, dus ik gun ze dat allemaal. Dus wat dat betreft, dus de spanning is weg. Laat hem iets over die voetje, maar ja, wat zou je doen als ze jou nu zouden vragen? Met al die wetenschap van wat er nu allemaal gebeurd is, zeg van, ja, zou ik het weer doen. Dus ik kan iedereen aanbevelen om volgend jaar gewoon mee te doen.
Ja, en we gaan kijken naar een Argentijnse tango, waarvan ik zeker weet dat alle harten in Echel sneller gaan kloppen. Hier zijn Leon en Truus. Ik wil jullie heel graag even naast mij hebben. Mag dat? Nee. Ja, ik heb het er ook heel warm van gekregen. Wow. Kom even gezellig links naast me staan. Dat is mijn betere kant. Ja, ik moet er even van bij komen. Mijn hart ging hier wel heel snel van kloppen. Jouw hart ook? Jazeker. Ik heb het ook warm. Ja. Ben je zo ook opgekomen als prins? Nee, niet zo. Niet zo? Gaan we dat nog een keer meemaken? Dat ik opkom als prins? Nou nee, dat je zo'n dans doet als prins. Ja, ik ga ervan uit dat ik per erop kom. Wat bedoel je? Ja, precies. Precies. Maar ja, Leo, je had ook wel een hele mooie dame aan je zijde. Zeker, zeker. Daarom hebben we ook veel geoefend. Dat had ik weer bij me. Ja, ik weet dat Nick wel van... Want er zit natuurlijk een beetje theater aan. Ik weet dat Nick daar wel van houdt, toch Nick? Ja, het voordeel van, even terug, Truus, je had natuurlijk een enorm voordeel dat je hem, zijn voeten kon controleren. Hè? Want bij die Argentijnse tango moet je naar beneden kijken. Hè? En je had niet in de gaten hoe Leon jou aan bleef kijken. Jammer eigenlijk. Ja, inderdaad. Bij de Argentijnse tango is het eigenlijk niet direct oogcontact. Dus dan gaat het puur om het gevoel. Ja, en hij moet jou dan verleiden. En dat probeerde hij opperbest, maar je reageerde niet. Nee, in principe moet je inderdaad, zoals ik begrepen heb... Inderdaad, gewoon naar beneden blijven kijken. Ja. En puur vanuit de chemie gaan. Maar misschien heeft iemand... Nee, ik zeg niks. Je hebt je huiswerk goed gemaakt. Ja. Leon, naar jou toe. Na zo'n avond, hè, nacht als vannacht... vind ik dat jij een hele goede Argentijnse tango danst. Ja. Ongelooflijk. Ja, super. Ik ben eigenlijk blij met dit. En achteraf valde een kwartje bij mij, toen ik jou benaderde of je mee wilde doen, zei je van, nou, de 13e, die datum, en is het wel de exacte datum, en ik moet voetbaltraining. En je had een verhaal wat achteraf behoorlijk vaag was. Maar ik denk, ik ben blij dat ik die Leon heb uit Echel, voor dit programma. En je ziet, alles komt bij elkaar, het kwartje is gevallen, je hebt het heel goed gedaan. Maar ik was zelf ook benieuwd, van hoe ga ik dit nu doen allemaal? Ja. Prins uitkomen en dan nog weer dansen. Ja. Denk, hoe sta ik hier erbij? En het oefenen.
Enne, zaal, hoe staat het erbij? Ja, ik wil ook wel heel even een van de dames horen hoor, na zo'n dans. Monique. Ja, Prins Leon, de eerste. Super goed gedaan. Ik zag ook focus, ik zag enorme concentratie. Het is een vrij moeilijke dans. Maar ik vind dat je heel trots mag zijn op hoe je het hebt neergezet. Samen met Truus. Daar ben ik wel heel tevreden over. Dus iedereen mag het zien. Dus, ja. Dat is ook de reden dat iedereen ook mee kan doen nu. Ja. Ja. Hartstikke goed gedaan. Dankjewel, Prins. Ja. Leon en Truus. Leon en Truus, ik zou zeggen, op naar de Green Room. Oh, jij denkt, ik ga er alvast echt heel dichtbij staan. Je laat helemaal ruimte tussen ons om nog even die bokaal alvast een keer te kunnen aanschouwen. Ja, ik denk, je gaat maar meteen bijstaan, maar als ik zie wat ik gedaan heb, denk ja, want jij zei, dat betekent dat iedereen mee kan doen. Wat bedoelde je daarmee? Ja, iedereen die niet kan dansen. Ja, en toch wat ik hier neerzet, kan iedereen dus leren. Ja, en je hebt je weer helemaal in pak gehezen, zo wel gelukkig ditmaal met je eigen attribuut erbij. Maar hoe bevalt dat? Het bevalt goed. De vorige keer zei het is de laatste keer in pak, maar volgens mij moet ik nog een paar maanden. Nou, dan is het goed dat je er hier alvast aan hebt kunnen proeven. Dankjewel. Geef ze een groot applaus, dames en heren. Leon en Truus. Ja, de vorige keer beet wethouder Angette de spits af met een Engelse wals. Vandaag gaan we kijken naar een passe doble. Laten we even kijken naar haar filmpje. Het was gewoon zo leuk om te doen, Sam. Ja. Jij vond jij ook, hè? Ja, we hebben er echt naartoe gewerkt. Ja, zo gaaf om dat mee te mogen maken. Ja, echt dat was heel super. Goed. Ja, ja. Heel tevreden. Leuk. Ja. Een 7,5, een 7, nog een 7,5 en een 8 voor Meijl. Ik was absoluut tevreden. Ik vond het een hele, ja, gewoon een nette 7,5 gemiddeld. Dat vond ik gewoon prima. Ik bedoel, nee, echt tevreden. Oprecht tevreden. En als eerste, ik bedoel, dat is voor ons, ja, mogelijk mensen vinden dat wat lastiger. Daar hadden wij dan gelukkig niet zoveel problemen mee. Maar ook voor een jury lijkt me dat heel lastig. Want je zet daar dan toch, je zet daar iets neer waar je de anderen tegen gaat afzetten. Dus nee, een keurige 7,5. Ik bedoel, prima. Tevreden. Prima. Nee, super tevreden. Ja. Geweldig. Ik bedoel, ik vond veel koppels echt gewoon, ja, stralen. Super. Nou, wij hadden natuurlijk wel een klein beetje bewust gekozen voor een wat rustigere Engelse wals. Beetje, ja, geen probleem. Maar nu gaan we iets spectaculairs doen. We hebben gekozen voor een passe doble. Dus dat wordt wel wat spannend, ja. Ja. Lekker met iets meer dynamiek en vurig. Ja. Ja, zeker. Pas bij Sam. Ja, dat dynamiek en dat vuur, hoe dat eruit gaat zien voor Meijl, dat gaan we zo meteen zien. Een passa doble voor Angette en Sam, voor Meijl dus. Thank you.
Zo. Anget en Sam, kom erbij staan. Zo, Anget, je eerste reactie, hoe ging het? Ja, vraag het dus aan Sam. Zal ik dus even Sam vragen voor je, Anget? Nou, het blijft een razendsnelle dans. Het ging gewoon ijzersterk. Het ging gewoon perfect. Echt. Nou, kijk eens, perfect, Anget. Zo, en dat hoor je dan graag, of niet? Dit keer wilde ik een beetje uithijgen, dat is gelukt. Nu heb ik even tijd nodig om op adem te komen. En wat, hoe was dat voor jou om deze dus toch wat vurige dans die je het zelf noemde te doen? Was een beetje beter bij mij eigenlijk. Ja, hoezo? Ja, Anget heeft wel iets van pittigheid denk ik in zich. Of dat er helemaal uitgekomen is, weet ik niet. Dat mag een ander beoordelen, maar dit was heerlijk. Nou, laten we dat dan meteen even gaan laten beoordelen. Kom er hierbij staan. René, hoe vond jij het? Kwam die pittigheid eruit? Jazeker. Paso Doble, een dans van passie en vurigheid en temperament. Nou, dat hebben jullie heel goed gedaan. Ik moet wel als eerste eigenlijk zeggen, geweldige outfit hebben jullie. Top. Ja. Heel mooi match inderdaad. Wat zeiden jullie erover tegen elkaar? Ja, dat gelukt is. Het is natuurlijk altijd een pluspuntje, zeker. Ik zag Sam in het begin lachen, heel even lachen zo. Ik zeg, ging het zo goed of was het toch iets wat minder? Ja, zoals ik zeg, er waren een aantal momenten die bij de trainingen nog wel eens twijfelachtig waren, maar die gewoon zo vanzelf gingen bijna. Dan komt er van nature gewoon een glimlach op je gezicht als het zo goed gaat. Hè? Ja, dus dat was wel, ja, zeker. Ja. Nee. Geloof me, jullie hebben het echt goed gedaan en daar mogen jullie heel trots op zijn. En Anget, je bent echt een voorbeeld voor alle bestuurders hier in Pelemaas en misschien zelfs in het land. Kijk eens, goed zelfs gedaan. In het land. En, zal ik nog eens even wat anders zeggen? En ook voor een andere categorie mensen. Ook als je gezondheidsproblemen hebt, kun je meedansen. Ja, helemaal mee. Nou, mooi. Ja, jij wil er vandoor, Anget. Jij denkt, een statement gemaakt. Maar eigenlijk wilde ik ook nog even horen wat Joanna ervan vond. Vind je dat goed? Oh ja, vind ik. Oh, ja, is goed. Joanna, wat vond jij ervan? Ben je bang voor mijn commentaar? Nee? Nou, daar hoef je ook absoluut niet bang voor te zijn, hoor. Want ik vind het geweldig om te zien hoe jouw mimiek past bij deze dans. Heel goed overgebracht. En jullie presteren ook echt goed onder druk, dus. Dat hebben jullie maar weer laten zien. En ik heb ontzettend genoten van deze dans. Nou kijk, dan nu snel naar de Green Room. Dankjewel. Ja. Ja, gaat zwaai maar even hoor. Dat mag, mag. Moest even. Moest even het rondje met de dochter. En zo moet dat ook. Volgens mij heb jij meer dan genoten. Ik heb ook echt meer dan genoten. Ik vind überhaupt de hele wedstrijd, het idee erachter, het programma. Ja, ik kan alleen maar de omroep heel veel complimenten geven. Dit is echt fantastisch. Dat je in staat bent om van mensen, en ik ben er ook een die eigenlijk amper gedanst heeft. En velen met mij en dat wat Leon net zei. En dat je dan zoiets met elkaar kunt neerzetten. En wat dit maakt tot dit programma, vind ik echt chapeau. Applaus voor de omroep. Heel mooi. Maar Sam, je hebt het er ook uitgehaald. Ook complimenten voor jou, toch? Ja, het was geen makkelijke paso doble. En dat zei ik aan het begin ook al tegen Anget. We moeten wel even kracht gaan zetten. Maar ja, ze heeft gewoon alles eruit gehaald. En ik moet het er aanleren, maar ze zal het zelf moeten doen. Nick zei het de vorige aflevering ook al. Je moet zelf de passen maken. En dat heeft Anget ongelooflijk goed gedaan. Nou, alleen maar lof en complimenten. Ga lekker met de beentjes omhoog. Ga genieten. Ja, lekker. Dankjewel, Anatolie. Nou, nog niet iedereen kan met de beentjes omhoog. Want eerst moeten ze nog even proberen die finale te bereiken. Nu is het aan Danielle en Piet. Hij ging op zich toch wel lekker. Ik was tevreden. Ja. Ik was heel erg tevreden. Ja, ik ook al. Voor die korte periode dat we eigenlijk hebben gehad om te oefenen. Want we zijn 2 weken eruit geweest.
En zijn maar 4 keer geweest eigenlijk dat we gerepeteerd hebben. Dus het vond perfect lopen. Ja, ik was ook niet ontevreden. Joanna een 8,5, Monique een 8 en Nick ook een 8. Ja, ik ben wel tevreden met het oordeel van de jury. Zeker. Ik vond het niet verkeerd. Natuurlijk wil je allemaal 9 en 10 halen, maar nee, ik mag denk ik zeker niet klagen in de punten die we gekregen hebben. Nee, ik denk dat het echt beoordeeld is op wat we dan neergezet hebben. Nou, de afwerking. Ik denk dat we daar nog een klein beetje investering in hebben. Maar in grove lijnen ben ik tevreden met wat we in ieder geval neer kunnen zetten. Ik denk dat we nu de concurrentie moeten gaan pakken. Met een bachata op Señorita zijn hier voor Beringen Danielle en Piet. Danielle en Piet, de veren vlogen in het rond, de hoed vloog in het rond. Ik weet niet, wat zit er hier in het drinkwater? Wat een sensualiteit allemaal, Danielle. Je vertelt het mij, ik weet het ook niet. Nou, er zit iets in het water, dat moet. Piet, wat doe je allemaal met haar? Nou, ik weet wat in het drinkwater zit. Wieke heeft daar de verantwoordelijkheid voor. Maar dat blijft onder ons. Oh, dat is een van de roddels uit de Green Room. Dat is een van de roddels uit de Green Room. Nou, ik ga dadelijk wel even Joyce opzoeken, hoor. Daar wil ik toch meer van weten. Maar dat zag er heel goed uit. Hij ging lekker. Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat de jury ervan vond, of niet? Zullen we het even vragen? Zeker, ja. Nou, Nick, vooruit. Dat je hij ging aankijkt. Lekker. Ja, ik zag het. Hij was een beetje wild and exciting. Toch? Ja, was de bedoeling, toch? Ja, ja. Nee, maar ik zie je man zitten, dus het is allemaal binnen de kadertjes. Netjes. Ja.
een klein schoonheidsfoutje. Maar Danielle lacht er het gewoon weg en die vermomt het een beetje. Ja, keurig gedaan. Ja. Het publiek genoot, de jury genoot, geniet, denk ik. En, ja, wij ook. Dus, ja, wat wil je nog meer? Ja, precies, wat wil je nog meer? Kijk, meer die smile, hè? Ja, ja. Fantastisch, fantastisch. Piet, volgens mij wil je heel graag horen wat Joanna ervan vindt, of niet? Zeker weten. Die daarnaast wil ik zo meteen ook nog hebben. Wil je René? René? Ho. 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 Ze schreeuwen nog niet in mijn oor, dus zolang ze niet piepen, dan ga ik het voor je regelen. Nou, wie mag beginnen? Ja, doe René maar, dat is heel spannend. Ik ben wel benieuwd nu, ik ook. Nou, ja. René, barst ik zal heel kort zijn. Heel kort? Ja. Oké. Ik heb echt van jullie genoten. Het is geweldig wat jullie net hebben laten zien. Danielle, echt. Ik weet niet wat ik zag. Ik heb altijd gezegd, ik wil mensen zien. Als ze dansen wil ik ze terugzien. In wie ze zijn. Ja. En je hebt het helemaal gedaan. You nailed it. Boom. Ik word er volledig van. Ja. Dat helemaal. Ja, leuk. Nou, heel kort, Joanna dan. Een bonusje. Ja, ik zal niet. Nee? Och, ja? Piet. Groot? Groot commentaar. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel toe te voegen, maar ik heb enorm genoten van jouw expressie, Danielle. Ja, echt. Op de juiste momenten. En jullie waren, het was niet de een of de ander, maar jullie gingen daar gelijk in op. En dat vind ik zo mooi om te zien, dat zowel de prominent als de topdanser daarin de energie verdeelt. Dus ja, ontzettend genoten. Dank jullie wel. Dank je wel. Nou, ik zou zeggen, Danielle en Piet, nog even nagenieten bij Sjoerd. Komt goed, dank je. Ik ben benieuwd naar die expressie waar ze het over hadden. Is dat ook iets waar je op traint? Nee, daar train ik niet op. Maar ik was me er wel gewoon van bewust. Omdat ik vorige keer ook een beetje commentaar had gehad in de doorloop van lachen. Jullie moeten allemaal, niet alleen ik, maar gewoon lachen. Maar het is gewoon de spanning, je wilt het gewoon goed doen. Dus nu had ik wel zoiets van oké, expressie, daar moet ik wel op letten. Maar ja, ik kijk Piet in de ogen en dan gaat het vanzelf. Maar het blijft binnen de kaders, wat Nick vroeg. Ja, als het goed is, is dat binnen de kaders gebleven. Ja. En dan Piet, ja, nu staan we toch in die green room. Daar komt net wat meer juice vrij. Daar mag net wat meer verteld worden. Wat is dat water nou? Ik wil het weten. Nee, ik laat die alles vrij. Het blijft gewoon lekker in de green room. En voor de kijker en voor de mensen in de zaal. Het is zo. Er zit wat in het water en we hebben er gebruik voor gemaakt. Dankjewel, Piet en Danielle. Ja, we vliegen door de show, want we zijn er weer in Kersteleik. We gaan kijken naar Wieke en Mark, want die waren de vorige keer heel tevreden. Maar hoe gaat het deze keer? Nou, de eerste show die ging, we dansen veel beter dan we elke keer hadden geoefend. Dus daar waren we heel blij mee. Het ging voor mij tot nu toe het beste dan alle andere keren, dus helemaal tevreden. De generale die ging niet zo lekker, dus ja, alles iets van, dan moet je toch wel goed gaan met de voorrondes. En dat gebeurde, naar onze mening, wel goed. Mm-hmm. Dus ja, op zich, daar waren we op zich heel tevreden over, dus ja. Ja, ook nu hebben we niet helemaal een basisprogramma, wel wat iets uitgebreider. Ja, we hebben nu 3 weken de tijd, dus ja, het is wel een kort dag allemaal, maar het programma hebben we nu erin, dus dat is wel goed. Nu deze week nog even flink oefenen, techniek, de houding, dus hoofd naar links houden, voetenwerk goed. Dus we moeten nog flink aan de slag, maar ik had er alle vertrouwen in, ja. Nou, we komen er wel.
Opnieuw rules zijn dit voor Kerstlijk. Weekend Mark met een tango. Zo, Wieke en Mark, kom erbij staan. Wieke, waar ik even mee wil beginnen eigenlijk. Kijk, even vooruitlopend op de jury. Jij noemde jezelf in de vorige aflevering een stijve haak. Daar was nog weinig van terug te zien. Nou, ja, gelukkig. Heb jij dat gemerkt, dat je dat recht uit hebt gedanst, Mark? Jawel, ja, het maakt gewoon telkens progressie. En we zijn ook best wel streng geweest de laatste 2 weken. Vooral de laatste week. En we gingen het veel kwartje bij haar. En toen gingen ze ook lekker dansen. Voor mij was het ook een stuk minder, ja... Een gevecht, zeg maar, een beetje oneerbiedig te noemen. Maar nee, het gaat goed. Het ging goed. Ja, kijk eens, dat was terug te zien. Wieke, laten we naar het jurycommentaar gaan van Monique om te beginnen. Monique, je zit te stralen. Wat vond je ervan? Ja, ik ben heel blij. Want ik weet, de vorige keer had ik het over loslaten bij jou. En hier gedij jij heel goed op. Het is super strak, het is duidelijk. En dat heb je fantastisch uitgevoerd. En dan zie je er nog eens stralend uit. Ik vind echt hele grote complimenten, Wieke, voor jou. Knap gedaan. Joanna, hoe kijk jij naar deze dans van Weekend Mark? Ja, ik ben het helemaal met Monique eens. Echt hele grote complimenten wat jij voor stappen hebt gemaakt de afgelopen week. En ik vind ook dat je dat mag ontvangen. Dus wees daar trots op, want dit is ontzettend goed wat jij in deze week hebt neergezet. Ik heb ontzettend genoten van jullie optreden. Nou... Ik zou zeggen, Wieke en Mark, ontvang dit en ga ermee genieten in de kringroom. Wieke en Mark. Ja, in de greenroom is toch altijd wel even een ander moment dan voor de jury, of niet, Wieke? Ja, dat klopt. Hier is wat rustiger, wat relaxter.
Je bent in ieder geval weer lekker op adem. Ja, ja, ja. Nu weer wel. Vond je het spannend voor vandaag? Ja, ik had nu wel veel zenuwen, maar meer met de generalen. Dus je hebt met de generalen er toch even wat zenuwen al uitgedanst? Ja. Mm-hmm. Nou, Mark, je bent meer dan tevreden, hoorde ik. Wat een mooie woorden. Ja, zeker. Echt tevreden, ja. Want ja, ook nu geen basisprogramma. Toch wel, de lijn hadden we erin, dus toch ook wel lastig. En ja, ook de tang wel laag blijven en inderdaad hoofd naar links. En ook strak kijken. Dus ja, ik kon het natuurlijk niet allemaal zien, maar voor mij ging het wel goed. Dus ik ben echt wel tevreden, ja. Ja. Ja, Wieke, moet ik jou nou naar het water vragen of niet? Naar water? Ja, dat je zit iets in het water, zeiden ze. Jij wist dat. Nee, we hebben net wel even een doos klopwer geopend. Ah, kijk. Nou, ga er dan ook maar weer snel naartoe. Hey, succes. Ja, dank je wel. Nou, ons laatste paar, of die baat heeft gehad bij die shotjes, dat gaan we zo meteen zien. Dat zijn namelijk Marcel en Cindy. Nou, ik dacht wel dat we redelijk goed tevreden waren. Toch wel een beetje zenuwachtig. Maar als je eenmaal bezig bent, dan zakt dat wel een beetje weg. Dus de jury gaf hele mooie punten, daar waren we erg blij mee en ja, we waren zelf van content, denk ik. Wat vond jij? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik was super zenuwachtig. Dus en we keken de beelden terug en we waren eigenlijk wel heel blij met het resultaat. Ja. We zeiden wel van, nou, we moeten wel even minder serieus gaan kijken bij ons twee. Ja. Dus dat zijn we ook wel in het nou, dat kreeg ik inderdaad ook binnen de gezinsapp, kreeg ik dat terug van mijn zoon. Pa, je moet wel even wat vriendelijker kijken. Ik zeg, weet je, ik moet tellen. Ik moet in de muziek luisteren, ik moet op het juiste moment de juiste stappen zetten, ik moet mijn buik inhouden en vervolgens moet ik naar Glasgow. Vijf dingen, dat kan een man niet, hè? Dus ik kan het dus niet. Dus... Ja, maar dan gaan we nou wel doen. Oké, nou, dan laten we het daarop houden. Dus, ja. Ja. Ho, 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 ho. Je moet hier een aantal grenzen over jezelf heen. En dat maakt op zich al spannend. En dan nog voor 200-300 mensen erbij en dan de camera er nog bij. En, dan heeft Maurice ook nog een heel kapsel mee aangemeten waar ik al doodongelukkig mee was. Dus hij maakte me in 10 minuten 5 jaar ouder. Dus ik denk, de volgende keer doen we wat anders, Maurice. Dus. Maar goed, alles bij elkaar wel superleuk. Voor, terug, lockstep, pas, achter, zij. Eerst achter, zij. Ja. Voor de rest gaat het best goed, hoor. Verder hebben we geen ruzies of zo. Voor. Ja wel, maar dan met lachen een keer, hè? Ja. Maar ja, die Roomba die was heel erg langzaam. Dat maakt het voor mij echt super moeilijk. En deze gaat heel erg snel, dus we zitten weer aan de andere kant van het palet. Dus dat wordt ook wel spannend. Maar ja, het is wel leuk om te doen. Ja. Nou ja, wij zijn eigenlijk bezig met het programma af te ronden. Ik ben zelf ziek geweest, dus hebben we even een beetje tijd kort gehad. En verder op de afwerking, techniek, lachenhouding. Het hele complete plaatje moet echt nog wel... Dus we zijn de hele week nog zoet. Eigenlijk gaan we alles nog doen. Eigenlijk moeten we alles nog doen. Ja. Maar wat je wel ziet, als je eenmaal één keer het hele proces doorlopen hebt, dat geeft ook wel wat rust, want je weet wat er gaat komen. Hè? Dus daar hoef je wat minder druk mee te zijn. Je kunt nu iets meer met de dans zelf bezig zijn. Dus dat helpt wel. Ja, last but not least is hier met een cha-cha-cha Marcel en Cindy voor Kessel. Well, they're winning.
Marcel en Cindy, ik laat jullie even uithijgen. Dan kan ik even zo met een heel jaloers oog zo naar die rozen krijgen. Marcel, dat is wel een stukje verleiden, hè, dit, al die rozen. Ja, ik heb een heel ontnuchterende verklaring, hoor. Want die rozen zijn eigenlijk voor Ricardo, voor de sportschool. Daar mochten we al die maanden oefenen. En denk, oh, nou, als we ze vandaag kunnen gebruiken, dan is dat twee vliegen in één klap. Dus, Ik wist dat er wat achter zat. Ik wist het. Maar ik voel een beetje een afstand tussen ons. Ja, ik vind het toch wel... Als ik even gewoon bij jullie mag staan, dat vind ik toch wel fijn. Zullen we eens eventjes vragen wat René hiervan vond? Want volgens mij houdt René ook wel van rozen, of niet, René? Ik, hè? Ben jij er stil van? Jazeker. Nou, Marcel, mijn complimenten. Je hebt het echt, echt goed gedaan. Ik heb echt genoten van jullie. Het was een hele leuke cha-cha. Een hele leuk programma. En moeilijk, moet ik zeggen. Maar je hebt je staande gehouden. Ik vond het geweldig om naar jou te kijken. Fantastisch. Dank je wel. Nou. Nou, bij de doorloop zojuist zijn we 2 keer gestopt. Dus we hebben de dansen niet eens afgemaakt. Ik was 2 keer de tel kwijt. En dat legt dan een stukje extra druk als je dan hier staat van... weet ik op het juiste moment de pasjes nou. Dus, ja. Maar we zijn tevreden. Dank je wel. Nou, volgens mij is het publiek ook tevreden. Jullie mogen er wel voor klappen, hoor. Ja, Monique, heb je genoten? Ik heb genoten en ik zag ook een kleine glimlach. Dus die was zeker aanwezig. Ik vond het dat je het heel knap weer hebt gedaan. Ik vond dat de vorige keer al en nu heb je het eigenlijk nog beter gedaan, vind ik. Dank je wel. Nou, ga lekker even bijkomen nog in de green room. Marcel, neem jouw Cindy mee en Sjoerd vangt jullie op. Nou, prachtig. Dat is de mimiek, dat die in ieder geval ook al verbeterd was. Want jullie zeiden al, we moeten daarop letten. Is dat dan iets wat je dan de hele tijd oefent van ik moet lachen? Of hoe werkt dat? Ja, zo werkt dat inderdaad. En we waren dansen en nu zijn we aan het lachen. Dus dat gaat wel. Maar op het moment dat je hier staat, dan moet die concentratie er zijn om die passen proberen goed op de vloer te krijgen. En dan schiet, ja, ik kan geen 5 dingen gelijk, dat zei ik. Maar dan schiet dat er wel eens af en toe in. En ik vroeg me nog eens af, had jij heel veel haast net voordat jullie gingen beginnen? Of dat je de stropdas niet gestrikt hebt? Nee, dat was een beetje om de ruwheid van de dans aan te geven. Dat hoorde ook allemaal bij die mimiek waar de jury het dus over had, wat zo belangrijk was. De afgelopen week hebben jullie nog extra hard getraind, Cindy. Hoeveel tijd hebben jullie erin gestoken? Ja, behalve vrijdag iedere dag, 2 uur. Ja. Dus gewoon 3 weken lang, 2 uur per dag? Nou, we hebben 2,5 weken eigenlijk samen dan nog getraind. En nou, de afgelopen week echt van zondag gestart tot en met gisteren. Alleen vrijdag niet. Nou, het is dat we nu geen punt hebben gehoord, maar volgens mij was het ook wel echt terug te zien in de dans. Echt supermooi. En ik heb in ieder geval nog geen idee wie er naar die finale gaat, na al dat jurycommentaar. Dus rust uit in de green room en dan krijgen jullie het zo van ons te horen. Marcel en Cindy. Ja, alle voetjes vloog hier over de vloer. En Marcel en Cindy waren weer de laatste kandidaten voor vanavond. Maar laten we even kijken naar een round-up waarin we alle kandidaten terugzien. I plan each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my thank you.
Ja, en inmiddels zijn alle paren al bij ons aangesloten. Kijk ze hier staan. Wat een mooi plaatje. Of niet, Nick? Daar kun je toch van genieten als je dit ziet? Wil je mijn schoenen staan? Nou, wil jij in die van mij staan? Nee, liever niet. Ik durf straks niemand meer aan te kijken. Waarom? Want jij bent juryvoorzitter, Nick. Is het zo spannend geworden? Ja, echt. Ja, je ziet het, hè. We zijn naar buiten gemoeten. Ja. Ja, ja, en onderling waren we het ook nog niet eens. Dus... En ik heb een blauw oog. Want Joanna, hoe heb jij gekeken? Waarom was het zo spannend? Nou, je wilt niemand teleurstellen, dat ten eerste. En ze hebben het allemaal zo goed gedaan. En mijn hart breekt dan in 1000 stukken als we iemand moeten teleurstellen. Dus buiten dat, wat de uitslag ook gaat worden, weet dat jullie er allemaal gestaan hebben. En dat we ontzettend trots op jullie allemaal zijn vanavond. Ja. René, maar even over chemie gesproken. Ja, ik zei het al vanavond met dat water. Als hier geen chemie in zit, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Jazeker, ze hebben het echt goed gedaan. En het was inderdaad heel moeilijk een keuze te maken. Ik heb jullie allemaal eigenlijk gelijk gezet. Jullie hebben me echt verrast, positief verrast dan. Hè? Vergeleken met de voorronde. Dan was ik best wel streng, maar vandaag kon ik dat gewoon niet. Want jullie hebben echt het heel goed gedaan. Ja, zonder meer. Ja. Ja, en Monique, er moet de harde waarheid is dat er niet één iemand, maar 10 iemanden teleurgesteld moeten gaan worden. Ja. Maar ja, hoe denk je dat het kan dat ze in 3 weken zo'n veel hoger niveau hebben neergelegd dan 3 weken geleden? Hoe denk ik dat het kan? Hoe kan dat? Dat het in één keer zo is gegroeid? Ja, ze kennen elkaar beter. De band is versterkt daarin. Je weet hoe de ander beweegt. Die gaat je daarop aanpassen. Je gaat heel veel repeteren. Je draagt allebei daarin je eigen steen bij. En je ziet gewoon dat er steeds meer vibe dan ontstaat. En dat hebben jullie hier heel goed samen neergezet. Allemaal. Ja, dat belooft wat voor de finale, maar zover is het nog niet. Nu staan we nog in de dance-off en hebben we nog 1 iemand die dus daadwerkelijk door mag naar die finale. 1 van de paren die het gaat halen. Wie dat is, dat weet volgens mij Joyce. Wow, oh, daar komt ze. Joyce. Natalia, zal ik even bij jou erbij komen staan? Gaan we het samen doen? Ja, en dan wel nog even zorgen dat Wieke en Margaret niet kunnen zien. Oh. Dus dan moeten we dit even heel goed... Heel sneaky. Ja. Eens even kijken. Oh. Ja? Even kijken. Oké. Okay. Oh, heb je het gezien? Ik heb het gezien. Ik heb het ook gezien. We doen het zo. Ja. Zo. De winnaar. Van de dance-off. En daarmee door naar de finale van Dancing Pelama's 2022 is geworden. Het paar dat hier een prachtige dans samen liet zien. Namelijk... Marcel en Cindy! Wat een ontlading. Ja, ik kruip heel eventjes ertussen, Marcel en Cindy. Ja, jeetje. Emotie? Nou ja, als we ergens niet mee bezig waren geweest, dan is het met dit eigenlijk. We hebben af en toe een doel en een reis. Nou, die reis die hebben we met z'n allen heel lang gemaakt. En vandaag sta je hier en iedereen denkt van, dit is goed zo. En ja, wat er achteraan komt, ik was er in ieder geval niet mee bezig. En ja, dit is natuurlijk wel een heel mooi cadeautje. Marcel, kom nog eens even in het licht staan. Je verstopt je zo in het donker, maar het is veel te mooi om jou te zien. En dat naast je Cindy. Cindy, hoe vind jij dit? Ik ben er stil van. Dat mag ook. Maar
die rozen die gaan dan toch met jou mee naar huis, of niet? Nee, ze zijn echt voor Ricardo. Dat heeft hij verdiend. Ja. En nu? Finale? Nou, eerst een glas bier, denk ik. Want dat, dat heb ik toch wel nodig, moet ik zeggen. Ja. Nou, voor jullie wordt het tijd om te feesten, toch? Ja, dat gaan we nu doen met z'n allen. En eens kijken hoe dat dan druitje als we straks terugkomen naar de pauze. Dus, Naar de pauze al? Willen jullie niet nog een weekje trainen? Ja, ja, de laatste puntje op die, want die hadden we toch nog wel, denk ik. Dus, ja. Nou, ik ben super benieuwd wat het gaat worden, of niet, Sjoerd? Ja, zeker, want ja, hier staan dus nog 5 paren die het niet gehaald hebben. Maar ik wil me nog 1 keer tot de jury wenden, want jullie zijn dus nog weggeroepen in de tijd dat wij hier de paren klaar aan het zetten waren. Want wat maakt het zo spannend, Nick? Ja, dan zie je dan zo'n Leon dansen. Dan denk ik, verrek, wat kan die jongen opeens dansen? Hè? En dan denk je, ja, nogmaals, weer over die 3 weken. En dan komt dan een Wieke en Mark erachter aan. En denk van, oh, ik heb wel een probleem. En dan komt dan de volgende, zo'n Anget met een passe dobbelen. Waarvan ik zie, die zaal, die valt bijna om. Wat moeten we daarmee? En dan, ja, noem het maar op. En zo'n mooie Engels wals in het begin. Ja, ik vind het heel lastig. Ik vond het heel lastig, laat ik het zo zeggen. En je wilt niemand teleurstellen. Maar ja, dan zitten we heel dicht bij elkaar, gelukkig. Dus maar later dan blijkt inderdaad dat plaats 2 en 3, of 1, 2 en 3 heel dicht bij elkaar zitten. En die eerste plaatsen zaten, ja, waren we ex aequo. Dus we moesten een beslissing nemen. Ja. Oh, dus het is ook nog goed dat we weten welk paard er, zeg maar, het gehaald heeft, maar niet weet wie net niet gehaald heeft. Ja, dat is nog vervelender. Dat moet je echt niet vertellen. Nee. Die gaat stuk, hè? Ja. Jij verscheurt de envelop. Ja. Ja, daar zat ook alleen de winnaar in, gelukkig. Nou ja, goed, dat was hem voor deze dance-off. Dat was hem voor vanavond, ja. 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 Nou ja, alle paren die hier hebben gestaan, echt super bedankt. En wat een prachtige dansen hebben jullie neergezet. Zeker applaus. Ja, dit was Dancing Pelema's voor deze week. Maar volgende week de grote finale. En kun je er nou niet genoeg van krijgen? Morgen is Joyce er dus weer met de backstage. Joyce in de Green Room. Voor nu, bedankt voor het kijken. En een hele fijne avond. Tot volgende week. Dancing Pelema's wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.